Basar Malam Asia heeft vrijdag voor de laatste keer in de huidige vorm de deuren geopend in de Jan Massinkhal. Mevrouw Ali, die zich al 41 jaar inzet voor het behoud van het Indonesisch cultureel erfgoed in Nederland, gaat namelijk met pensioen. De initiatiefnemers van het grote culturele evenement dragen het stokje over aan een nieuwe organisatie. Niettemin was het druk afgelopen weekend in de Jan Massinkhal. 41 jaar is al lang genoeg voor mij. Ik geef over naar de jonge generatie. Want die zou de Basar Malam in Nijmegen organiseert verder. Wij zijn vandaag hier voor een driedaags evenement. En dat heet de Basar Malam. En Basar Malam Asia is dan van dit weekend voor dit weekend de organisatie. De plannen voor dit weekend is toch meer om samen met standhouders die hier in de hal zijn en met alle gasten, bezoekers een mooi evenement te houden in combinatie van kopen, verkopen, muziek, dans en entertainment. Ik vind het wel belangrijk dat dit wordt georganiseerd. Zo blijven we het cultuur behouden, het overdragen van generatie op generatie. En dat is te zien aan de producten. Het is te zien en te ruiken van alle maaltijden van de restaurants. Maar zeker ook te beleven van het op het podiumprogramma. Ik denk dat de Basar Malam te lang bestaan, omdat dat is een cultureel uit Indonesië. Dan is, hoe moet ik uitleggen, dan kunnen ze hier ontmoeting plaats voor de jongere en de oude generatie. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.